Hallo allemaal, ik ben Alita en ik wil jullie hartelijk welkom heten bij de 51ste aflevering van mijn creatieve podcast. En ik wil eigenlijk beginnen met jullie te bedanken voor al die leuke reacties die jullie hebben achtergelaten op mijn 50ste aflevering. Het was ontzettend leuk om die te lezen en ik ga ze straks op mijn gemak even beantwoorden. Ik had ze al wel geliked, maar ik wilde even het overzicht houden voor de trekking van de giveaway. Die komt later. En dan ga ik lekker op mijn gemak al die leuke reacties beantwoorden. Ik wil graag beginnen met de projecten die ik in de afgelopen periode heb gemaakt. En als je mij volgt op social media zoals Instagram, dan heb je ook mijn okergele vest al voorbij zien komen. Ik zal ondertussen even die foto's invoegen die ik daarop heb gedeeld. En ik wil graag een aantal punten over het vest met je bespreken. Ik wil vertellen over hoe ik hem heb gemaakt, hoe ik hem heb gewassen. En ook over de huidige staat van het vest. Want ik had wat vragen over of de wol ging pluizen en dat soort dingen. En daar wil ik ook even iets dieper op ingaan. Maar we beginnen dus even met de constructie. Het vest is een top-down, dus je begint aan de bovenkant en het heeft een raglan mouw. En ik heb zelf een klein beetje zitten spelen met de maat en met hoe groot de mouw zou worden en hoe groot de raglan zou worden. En daar heb ik ook weer heel veel van geleerd, want ik zou waarschijnlijk nog zo'n vest maken, maar dan weer met een iets andere verdeling van de steken. Maar het vest is dus als volgt. Het is een beetje oversized geworden. En op de rug zit dus datzelfde tekentje als in dat truitje wat mijn zoontje had gekregen. En dat noemen ze het Godsoog. Dat heb ik even nagevraagd wat de naam was van dit motiefje. En dat motiefje kun je ook terugvinden op de bovenkant van de mouw. En als accent zit overal de gerstekorrel. Dus die zit langs de rand. Hier zie je trouwens, en ik heb er ook een pocket, een zakje in gemaakt. Met daarop ook dat teken. Aan de onderkant zit de gerstekorrel. Bij de hals. En tenslotte zit hij ook onder de mouw. En dan loopt hij helemaal door langs de zijkant naar beneden. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. En zoals ik al zei, hij is dus van boven naar beneden. Dus je blijft in principe meerderen totdat je het gewenste aantal steken hebt. En ik denk zodra ik een beetje tevreden ben over de precieze aantal steken, dat ik dit patroon ook uit ga schrijven. Maar ja, dan op een gegeven moment ga je dus splitsen voor de mouwen en voor het lijf. Nou, daarna het is de steken voor de mouwen op een losse draad. Daarna ging ik verder met het lijf. Ben ik hier begonnen om hier wat steken ook op een hulpdraad te zetten. En toen heb ik weer wat steken opgepakt. Of beter gezegd, ik heb toen een heel klein stukje eerst gebreid. Dat was zeg maar dit stukje gerstekorrel. En daarna heb ik die tussen de andere steken weer op de naald gezet. Zodat je zeg maar een redelijk vloeiend geheel kreeg. En daarna hoefde ik alleen maar een klein stukje hier en hier bij de zak vast te zetten. En dan ben ik dus helemaal tot aan de onderkant. En toen tenslotte heb ik de steken die hier dan op de hulpdraad zaten, heb ik weer op de naald gezet. En dan heb ik een aantal toeren gebreid. En die heb ik dan hier aan de zijkanten helemaal vastgemaakt. Zodat je een redelijk vlakke zak hier krijgt. Dus dat is zover de constructie. En zoals ik al zei, als ik helemaal wat meer tevreden ben over hoe precies de stekenverhouding ten opzichte van de mouwen is en vanaf het lijf, dan zal ik die dus helemaal uitschrijven. Inclusief de instructies staan hoe ik die zakken heb gemaakt en dergelijke. Nou, nadat ik deze klaar had, had ik hem eerst met de hand gewassen. Heel voorzichtig uit het water gepakt, gedroogd en noem maar op. En toch was hij toen ontzettend gegroeid. Hij was redelijk, hij was niet helemaal aansluitend. Maar bijvoorbeeld mijn mouwen, die zaten echt precies op de goede plek. En alles zat gewoon als gegoten. Maar nadat ik hem had gewassen, Hij was echt ontzettend gegroeid. Het was echt oversized. Hij was langer geworden, hij was breder geworden, hij was gewoon alle kanten op. Was hij groter geworden. En wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik hem in de wasmachine gegooid. Op een heel kort wasprogramma. Met centrifugeren. Met een heel mild wasmiddel. Want in principe is dit garen wasbaar. Gewoon in de wasmachine. En toen was hij inderdaad weer een klein beetje teruggegaan naar zijn oude formaat. Hij is nog steeds oversized. Hij is dus nog steeds gegroeid. En ik weet niet precies of dat nu toch komt omdat hij de eerste keer zo ontzettend gegroeid was. Of dat dat gewoon toch bij het garen hoort. Maar dat vond ik aan de ene kant wel jammer. Want ik vond juist dat iets aansluitende vond ik zelf iets mooier. En ik zal hem nu wel even aandoen. Dan kun je het verschil denk ik ook wel. Zie je, mijn mouwen zijn dus nu een stuk groter. En dan wat ik dan meestal doe is ik pak hem dan zeg maar hier over elkaar heen en dan gebruik ik. Dan doe ik hem hier overheen en dan maak ik hem zeg maar vast. Dus op zich, er is eigenlijk niks mis mee als je het gewoon ziet als een oversized vest. Maar aangezien ik hem eerst had gepast, had toen ook de mouwen. Kijk, die zijn nu best wel, er past bijna gewoon een winterkleding onder. Die was eerst, dus dat we zeggen, meer zo is. Dus het was gewoon veel aansluitender. Een ander ding wat me opviel, en dat was niet na het wassen. Dus het wassen zelf heeft dat waarschijnlijk niet veroorzaakt, maar wel het dragen en het, zeg maar, de beweging. Er ontstond langzaam een soort witte halo. En dat vond ik op zich wel vreemd. Tenminste, het oogt een beetje wit. Het is waarschijnlijk gewoon heel lichtgeel. Maar ik weet niet of je dat kunt zien. Maar over het hele vest komen zeg maar kleine witte pluisjes. En waarschijnlijk zijn die wel heel makkelijk weer te verwijderen. Maar het zit echt over het complete vest zit het heen. En het is dus echt een... En ook aan de binnenkant komen dus allemaal hele lichte pluisjes komen er tevoorschijn. En dat vind ik op zich wel jammer. Dus als jij dat zelf dus storend zou vinden, zou ik dus niet aanraden om... ik weet ook niet precies of het echt alleen aan dit, naar deze kleur ligt. Want ik heb expres ook even wat andere spullen gepakt die ik van hetzelfde merk heb gemaakt als vergelijkingsmateriaal. Maar op dit moment ben ik nog steeds ontzettend tevreden met het vest. Maar ik vind het dus wel jammer dat na het dragen dat het dus ja, steeds meer is gaan pluizen. Ik ga nog even hem onder handen nemen met mijn speciale pluizenborstel, mijn cleaner. En kijken hoe hij dan reageert. En mocht ik daar een filmpje van maken, dan voeg ik die Ina in. En anders komt dat misschien een volgende keer. Ik had het net over al die pluisjes. En ik ga nu proberen om die eraf te krijgen. Om te kijken of dat een beetje makkelijk gaat. Met een van deze hulpmiddelen. Ik kijk even op mijn lijstje van welke... Zoals je ziet, in de handleiding is in diverse talen, waaronder het Nederlands. Even kijken. Grote, dikke pluizen. Wol gemengd met synthetische vezels. Nou, dat klinkt wel goed, want dat is precies welk mengsel dit is. Dan hebben we dus mes nummer 1 nodig. Aan de onderkant hiervan staat het getal. Nou, ik heb er meteen al een flinke lading aan mijn apparaatje zitten. Maar dat knapt al wel een stukje op. Het wordt al wel een stuk mooier om naar te kijken. Nou, na een korte sessie... heb ik aardig wat van de pluizen eraf. Zoals je ziet is het een beetje lichtgeel materiaal. Maar ik denk dat het nog wel, als ik iets verder zou gaan, dat ik er nog veel meer pluizen af zou kunnen halen. Op zich is het vest nu weer een stuk mooier om naar te kijken. Ik was ook wel benieuwd wat voor vezels het nu waren die de pluizen hoofdzakelijk veroorzaakten. Dus ik heb even een kleine test gedaan met een vlam. Het ging stinken en het ging ook smelten. En dat is meestal een teken dat het overgrote gedeelte van deze vezels synthetisch is. Dus ik dacht, misschien is het juist de wol die eruit komt, maar het lijkt er nu op dat dit dus de synthetische vezels zijn. Maar tot zover eventjes dit ook. Oh nee, nog één dingetje wat misschien wel van belang is. Ik heb deze gemaakt uit 4 bollen van 100 gram. En dat vond ik op zich best wel knap, want ik had zelfs nog garen over. Ik had iets van 20 gram over. Dus het was wel een zeer kosteneffectieve manier om een vest te maken. Maar ik had dus ook nog even wat andere dingen die ik in het verleden heb gemaakt met het garen. Eén daarvan was dit vest. En die was gemaakt met verschillende soorten acrylgaren. Zoals bijvoorbeeld deze mouw. Die was gemaakt met garen uit Zweden, de Molly. En die is echt ontzettend goed gebleven. Er zitten een minieme pluisjes op. Terwijl toch je mouwen vaak bij tafel lang schuren of bij een stoel. Deze vind ik echt ontzettend goed gebleven. Dan zitten er ook wat andere merken in. Dit crème is bijvoorbeeld Phil Looping. En het witte is ook Julia garen. En deze is ook een paar keer gewoon gewassen. En toen ik weet dus niet of het ook weer diezelfde pluisjes zijn. Maar in het grijze garen kwamen opeens allemaal pluisjes. En ik vermoed dat die afkomstig zijn, dus uit dit witte gedeelte. En in mindere mate zit ook in, trouwens in het garen wat de Phil Looping zitten ook wat plattere pluisjes. Wat aangekoekte pluisjes. Ik weet niet of je dat zo kunt zien. Je kunt zien dat het garen een beetje is dicht gegaan. Er zitten zeg maar pluisjes over de steken heen. Waardoor je de steken eigenlijk niet zo goed meer kunt zien. Het is een beetje, ja. En ook hier in mindere mate bij de Phil Looping kun je het ook zien. En als je dat dan vergelijkt met de mouwen, is dat gewoon ontzettend mooi gebleven. Terwijl dus die rapido, je kunt zien dat het gedeelte wat in de buurt van de wit zit, die is zelf bijna wit geworden van alle pluisjes. Terwijl het gedeelte wat dus bij de mouw zit, is gewoon nog de oorspronkelijke kleur. En ook het gedeelte aan de onderkant heeft in mindere mate, heeft dus ook wat witte pluisjes verzameld. Dus dat waren dus verschillende soorten acrylgaren. En dan zie je dus toch dat dat invloed op heeft hoe goed het blijft. Maar tenslotte heb ik ook mijn woondeken. Nou, die woondeken die wordt overal mee naartoe gesleept. Mijn zoontje speelt erop met zijn speelgoed. Dus die wordt aan aardig wat dingen is die onderhevig. En die heeft dus wel wat pluizen. Maar van die pluizen die je gewoon makkelijk afhoudt. Wat grotere pluizen. En je ziet dus ook dat het in, per kleur varieert. En dit is trouwens de achterkant. Dus laat ik de voorkant erbij pakken. Dat de ene kleur die heeft het sterker dan de andere kleur. Zoals bijvoorbeeld deze blauwe kleur. Die heeft veel meer pluizen dan de grijze kleur. De grijze kleur die is veel beter gebleven. De roze kleur heeft het in mindere mate. En de mintkleur. Er zijn volgens mij 2 soorten mint. De ene heeft er wel heel veel pluisjes, de andere weer niet. Maar dit zijn wel pluisjes die ja, makkelijk te verwijderen zijn en dan lijkt het nog steeds mooi. Dus ik heb zelf het idee dat met de Julia garen het ook een beetje afhankelijk is van de kleur. Dus wat ik eigenlijk aan wil raden als je een groot project of een kledingstuk met dit garen gaat maken. Maak gewoon een proefstootje. Niet alleen om te kijken naar je stekenverhouding, wat ik bij een kledingstuk toch wel aanraad. Alleen ik heb zelf toen de fout gemaakt. Ik had wel een stekenlapje gemaakt. Ik heb de verhouding daarvan berekend. Maar daarna heb ik die niet gewassen. En eigenlijk moet je dat lapje, dat stukje, eventjes wassen op de manier waarop je van plan bent om je kledingstuk of je deken of wat je ook gaat maken te wassen. Want dan pas kun je echt het effect zien op het lapje. Gaat het bijvoorbeeld krimpen of gaat het groeien? Komen er pluizen of juist niet? En je kunt beter een klein stukje bederven dan dat je straks toch niet helemaal tevreden bent over je project of over je kledingstuk. En dat zou toch ook ontzettend jammer zijn. Dus op zich, het garen heeft gewoon in zijn plaats. Zoals voor deze woondeken vond ik het ideaal. Ik had er iets van 10 bollen in verwerkt. En ik denk als ik nu even wat tijd aan spendeer om de ergste pluisjes weg te halen, is die gewoon nog steeds ontzettend mooi. Hetzelfde ga ik dus doen met mijn okervest. En ja, deze, zoals ik al zei, hij is dus altijd gewoon in de wasmachine geweest. En waarschijnlijk toch een iets te, het programma iets te agressief is geweest. Maar ja, dat is achteraf, is dat nu heel lastig om na te gaan. Maar daarom dus ook mijn advies. Was eerst eventjes je proefstukje en kijk hoe het reageert. Nou, toen ik klaar was met mijn okervest, toen wilde ik eigenlijk nog wel een vest maken. Want omdat die ander zo groot was geworden, denk ik, nou weet je wat, ik pak er wat andere bolletjes bij die ik thuis nog heb liggen. En ik ga even wat spelen met mijn stekenverhoudingen, met mijn naalden en noem maar op. En ik had nog een paar hele mooie bolletjes liggen. En ik zal even mijn aantekeningen bijpakken voor de precieze naam van deze. Dit vest heeft een beetje dezelfde constructie als het okervest. Alleen in plaats van op naald 8 heb ik deze op naald 7 gedaan. En ook met andere materialen, wat natuurlijk ook weer invloed heeft. De kleur die je hier bij de hals ziet, in de mouw aan het uiteind, in het lijf en in de strepen, dat is de Phil Looping. En de kleur aan, kan ik beter aan de andere kant laten zien. Daar zie je een heel mooi glimmend draadje. Heel zacht, ontzettend fijn materiaal. En dat is de Lang Malou. En dat heeft dus zoals de Phil Looping heeft een heel laag wolpercentage, iets van 20%. Terwijl de Lang Malou zit al meer dan op de helft. Nou, dus dan hebben we hier dus dat hele mooie Lang Malou. En daarna ben ik met Lala Berlin. Is dat hele pluizige, wollige, heerlijke, zachte garen met ook een heel hoog wolpercentage. Dus dit hele vest heeft alleen de stukken met de Phil Looping is dus een wat lager percentage. Maar voor de rest is het een redelijk hoge wolcontent. En ook met fijne alpaca erin. Dus gewoon heel zacht en heerlijk. Een heerlijk vest eigenlijk. Het is, ook deze is iets oversized. Maar dat wist ik een beetje al vanaf het begin. Dat was dus nog niet, ontstaan na het wassen in dit geval. Maar het past ook wel een beetje bij het ontwerp. Ik ga nog even wat officiële foto's maken. En die kom je dan waarschijnlijk tegen op Instagram. Ik zal me wel vast even aandoen. Past absoluut niet met wat ik nu aan heb. Maar even voor het model. Je ziet dus dat deze heeft een kort mouw. En hij sluit dan aan de bovenkant met 1 knoop. Maar ik kan eventueel ook, straks van de winter, dat ik hem gewoon over elkaar heen sla. En dat ik dan zeg maar met een riempje zo, dat je zeg maar dit een beetje omslaat. En dat je met een riempje hem dan op en gewoon ook kunt dragen. Maar hier moet ik nog even leuke foto's mee maken. Ik heb een 1 extra balletje van deze kleur erbij gekocht. Omdat ik al wist dat ik dus die mouwen moest maken. En waarschijnlijk niet genoeg had om het lijf helemaal klaar te maken. Maar er zit dus 1 balletje in van dat is 100 gram van de Malou. Er zitten 2 bolletjes in van de Phil Looping. En er zit ongeveer 1,5 bolletje in van de Lala Berlin. Dus al met al, van mij kan ik in totaal, want niet elk bolletje was evenveel gram. Dus er is 2, die Phil Looping was 100 gram. De Lala was volgens mij 50 gram, dus 2 bolletjes van 50 gram. En de Malou was 100 gram. Dus ik zat in totaal, ik zal even mijn aantekeningen erbij pakken. Want ik had nog, ik heb iets van 190 gram gebruikt van de Phil Looping. Ik heb ongeveer 82 gebruikt van de Lala. En ik heb de Malou echt, ik had net een restje over voor mijn voor. Dus ik bewaar altijd even een klein stukje van de wol. Ik heb dus een paar kleine stukjes. Ik heb echt het laatste stukje gebruikt van die Malou. Als je dat bij elkaar op gaat tellen, dan zit je dus op minder dan 400 gram weer voor dit vest. Dus nogmaals, ik ga er waarschijnlijk nog eentje maken. Ook met een beetje deze dikte garen. Dan wel weer met een lange mouw en een accent. Maar ik moet even, ik zit nog steeds een beetje te spelen met de steken. Hoeveel steken zet je op bij de mouw en hoeveel voor het lijf. En ik ga je dan in een volgende aflevering ook precies vertellen hoe ik dan te werk ga. Vanaf het eerste moment dat je je stekenlapje maakt tot aan het eind. Dat wil ik graag dus de volgende aflevering behandelen. Dus. Maar mijn tweede vest. Lekker zacht. Een beetje meer, ja, even behagelijk voor deze tijd van het jaar. Nou, toen was ik dus aan het druk bezig met mijn wat dikkere wol uit te zoeken. En toen kwam ik een paar bolletjes tegen. En toen had ik gewoon eventjes zin om een truitje te maken voor mijn zoontje. En dat is deze geworden. En dit is echt garen dat ik dacht, nou weet je wat, het is allemaal 100% acryl. Ik maak er gewoon op. Ik kijk hoe lang je het draagt. En dan is voor de rest allemaal geen probleem. De groene kleur is Molly, is een garen uit Zweden. Deze crème kleur is de Katia Alaska. En deze bruine kleur had ik een keer opgepakt in een pakket van de Kruidvat. Ik heb expres dus gekozen om dit hele truitje in de, dat probeer ik altijd wel, om het garen dat ik gebruik, dat heb ik in zoveel mogelijk de soort wel op elkaar af te stemmen, of de soort garen. Dus dit, alle 3 zijn dus garens die 100% acryl zijn. En dan hoop ik dat het zo min mogelijk invloed op elkaar heeft. Maar die, en dan, toen had ik het hele crème garen, zeg maar, had ik helemaal op. En toen had ik net niet genoeg om de mouw af te maken. Toen heb ik een heel klein stukje dubbeldraads, wat dunnere acrylgaren gebruikt om de mouwen af te hechten. En een klein accentkleurtje aan te brengen. Maar ook deze is dus met een raglanmouw. En ik heb iets verkorte rijen gebruikt, waardoor dus de achterkant ietsjes hoger is dan de voorkant. Alleen de manier waarop ik dat heb gedaan, ben ik achteraf toch niet tevreden over. Want ik had verschillende tutorials opgezocht. En bij de een begon je meteen na de hals. En bij de andere deed je het na de yoke. En als ik nu kijk, dan zie ik precies de plekken waar ik zeg maar ben. De twist en turn of de wrap en turn heb gedaan om de verkorte rijen te doen. Dus waarschijnlijk na gebruik zal dat nog een beetje weggaan. Maar ik kan dus nu nog precies die plekken aanwijzen. En ik denk als ik gewoon eerst een klein stukje crème hier had gedaan. Of desnoods met de groene kleur iets verder was gegaan. En toen de verkorte rij bij de hals had gedaan. Dat het dan veel minder was op gaan vallen. En dat ik toen beter was kunnen. Dat ik toen pas de strepen was begonnen. Ik denk dat dat beter uitgepakt zou hebben. Maar toch, ik vind het wel een heel leuk truitje geworden. Het past me op dit moment precies. De hals is iets wijd. Maar het is ook de bedoeling dat hij hieronder nog een blouseje of iets dergelijks draagt. Dus deze is voor straks, voor de winter. En het patroon is ook weer... Ik vind het gewoon af en toe een uitdaging om gewoon te beginnen. Je gaat meten, Ik heb mijn zoontje dus helemaal opgemeten. En toen ben ik op basis daarvan... ben ik dus een aantal steken op gaan zetten en toen gewoon een beetje experimenteren. En dan leer je tijdens dat proces leer ik ontzettend veel. Dus dat was het truitje voor mijn zoontje. Dan wilde ik graag ook nog wat aankopen met jullie delen. Er was laatst op Hurricane een evenement en dat kwam ten gunste van de straatkinderen van Rio. En daar konden mensen... konden daar dus dingen verloten of verkopen. En dan kwam een groot deel daarvan ten goede aan het goede doel. En er is ook een kraampje met hele mooie katoen. En dat was deze Scheepjes Stonewashed. En ik was helemaal in de okerkleur. Dus ik had, er zat nog 6 bolletjes van deze kleur. En toen heb ik 2 bolletjes van deze mooie paarse tint en 2 bolletjes van deze blauwe tint gekocht. En ik wil hier dus zo'n colorwork, zo'n Noorse trui van maken. En alleen ik ben er nog niet uit hoe ik dan dit gedeelte wil. Ik heb aardig wat patronen opgezocht, op zoals Ravelry en op andere plaatsen. Maar of het zijn toch iets meer kleuren, of het is wat druk. Dus... ik ben nog op zoek naar een leuke trui die liefst top-down, met verkorterijen indien mogelijk. En een redelijk rustige jook, waarbij je dus zeg maar, deze 2 kleuren als accent kan gebruiken. En anders moet ik gewoon een keer gaan zitten denk ik, met ruitjespapier en zelf een beetje wat proberen te maken. Maar ik heb dus 10 bolletjes en dat moet denk ik voldoende zijn voor een truitje voor mezelf. En dit katoen is 78% katoen en 22% acryl. Het voordeel van dit product vind ik dat het wat lichter is dan de standaard katoen. Ik vind soms katoen wat zwaar aanvoelen als je een hele trui van maakt. Maar dit is dus een iets lichter product en ik heb er wel zin in om hiermee dus een trui te gaan maken. En bovendien, deze waren dus voor het goede doel. En ze waren ook nog in de aanbieding. Dus ik denk, nou, win-win situatie, die neem ik mee. Een ander goed doel, daar heb ik deze stof bij gekocht. En er is namelijk een echtpaar die ik goed ken. En die doen, zeg maar, in Mali doen ze alfabetiseringswerk, vertalingswerk. En dat vertalingswerk is hoofdzakelijk dan gericht op het vertalen van de Bijbel voor de bevolkingsgroepen daar in Mali. En ze hadden een informatiebijeenkomst hadden ze gehouden die ontzettend gezellig was. En er hadden ze ook een klein kraampje met wat artikelen die ze meegenomen hadden uit Mali. En toen zag ik dus dit lapje liggen. En toen dacht ik, nou dat is wel ontzettend leuk dat ik op die manier hun nog wat extra kan steunen. En ik heb daarna een ontzettend leuk lapje om iets mee te maken. En dit was dus een, er staat in... Vertable wax block print. Dus er zit 3 meter ongeveer op. Dus het is aardig flexibel. Ik weet nog niet precies wat ik ermee ga maken. Of ik er echt een kledingstuk van ga maken, weet ik niet. Maar misschien dat ik er wel een paar leuke tasjes of iets dergelijks mee ga maken. Dus dat was ook een van mijn aanwinsten. En dat waren eigenlijk al mijn aanwinsten. Wacht even, dat is niet helemaal waar. In deze grote witte tas zit de wol die ik toen had gekocht een hele tijd terug. En ik heb, zoals je ziet heb ik er nog niet heel veel aan gedaan. Dit is zoals het eruit zag nadat ik het had gewassen. Er zaten nog steeds kleine deeltjes in. Het zat een beetje in elkaar gekloekt. En ik wilde dus eigenlijk een paar van die speciale kaartborstels. Maar die vielen een beetje buiten mijn budget. Bovendien wist ik ook nog niet zeker of ik het echt leuk ging vinden om hier mee te werken. En op advies van diverse mensen zeiden ze, nou kijk dan eventjes naar hondenborstels, kattenborstels. En dat heb ik gedaan. En ik heb deze borstels gekocht. Ik had eerst de kaartborstels goed bestudeerd. En daar zag ik dus dat ze een beetje een knikje hadden, alle uitsteekseltjes. En dat hebben deze borstels dus ook. Dus ik kon gewoon op dezelfde manier kon ik ze dus langs elkaar heen halen. En deze waren echt super goedkoop. En ik denk, nou, dit is een goede manier voor mij om even uit te proberen wat ik van al dat wolkaarden vind. En ik heb al een stukje gedaan. In dit zakje. En zoals je ziet, zit dit er al een stuk. Ik weet nog niet of ik het helemaal goed heb gedaan, maar het is al een veel betere staat dan het eerst was. Dus ik kan nu gewoon veel makkelijker kan ik ermee aan het spinnen. En het is ook iets zachter daardoor geworden, wat pluiziger. Of niet pluiziger. In ieder geval, het is in ieder geval wat zachter geworden. Dus mijn eerste stapjes zijn gezet. Het is een voordelige hondenborstel. Die werkt dus voor een beginner als mij, die het gewoon even wil uitproberen, werkt die op dit moment goed. Ik vermoed wel dat de echte kaartborstels wat steviger zijn, wat groter, waardoor je nog beter kunt werken. Maar dit is voor mij op dit moment voldoende. Dat waren eigenlijk alle dingen die ik wilde behandelen. Dan komen we nu bij de giveaway. Ik zal nog heel even laten zien wat je kon winnen. Dat was een oude nummer van het magazine Cool. Met hele mooie interieurdecoraties die je zelf kunt maken. Dat is de geprinte versie van mijn Diplodocus sjaal. Die ik nu met dit weer ontzettend fijn kan dragen. Inclusief met de sjaal, met mijn trui. Maar in ieder geval dat patroon krijg je een geprinte versie. Plus daarbij een stekenmarkeerder in de vorm van een dinosaurus. Een leuk tasje, een yarnboltasje. En hier kun je dus een klein projectje in bewaren. En ook voor andere dingen kun je hem gebruiken. En dan kun je zo ergens aan vasthangen. Zoals aan je pols bijvoorbeeld. En tenslotte nog een notitieboekje met een zakje thee. En een klein strengetje met zelfgeverfde wol. Nou, ik heb mijn zoontje even gevraagd of je mij wil helpen. Ik had de vorige keer zulke leuke reacties gehad dat jullie het ontzettend leuk vonden om mijn zoontje in de podcast te zien. Dus ik dacht, nou weet je wat, ik laat hem de naam kiezen. Dus hier komt de video. Ik ga nu de winnaar van de giveaway kiezen. Oogjes dicht, Alex. Pak maar een briefje eruit. Oké, wat staat er op het briefje? Joke Schuurman. Gefeliciteerd, zeg maar. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Kun je ook een naam zeggen? Joke Schuurman. Joke Schuurman. Nou, zoals je ziet is dus Joke Schuurman is de winnaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Stuur hem even een berichtje. Dan gaan we even weer wat gegevens uitwisselen. En dan zorg ik dat dit pakket jouw kant op komt. Gaan we nu de winnaars trekken voor de digitale versie van het Diplodocus patroon. Alex, wil jij er 2 briefjes uitpakken? Heb je 2 briefjes? Hoeveel briefjes heb je? 2. Oké, dan gaan we kijken. Welke namen staan erop? Ik heb hier Caroline Sherry en Jani. Dus Jani en Caroline Sherry, van harte gefeliciteerd. Nou, bij deze ben ik echt aan het einde gekomen van deze podcast. En ik wil je weer ontzettend bedanken voor het kijken. Als je vragen hebt, opmerkingen, laat ze gerust na. Ik ga weer alvast voorbereiden voor de volgende podcast. Ik wil dan van alles vertellen over hoe ik dus die vesten maak. Hoe ik werk met een stekenverhouding en de mate van... Nou, daar wil ik allemaal mee aan de slag gaan. Dus dat zien jullie allemaal terug in de volgende aflevering. Vooralsnog bedankt dus en tot ziens. Als kleine bonus wilde ik ook nog even de podcast bespreken die ik zelf bekijk. Tenminste, een deel ervan. Want ik bekijk best wel veel podcasts. Vooral als ik lekker creatief bezig ben, aan het breien ben of aan het haken. En ik zal even mijn lijstje erbij pakken. En ik heb er gedeeld even opgeschreven. Zoals ik al zei, de lijst is niet volledig. En er zitten zowel Engelstalig Nederlandstalig en ook nog 2 papieren hobby's zitten erbij. Dus de volgorde is volledig willekeurig. Het is ook niet alfabetisch. Het is gewoon de... Ik ga even een beetje door mijn geschiedenis te kijken. En daar heb ik een aantal van opgeschreven. Allereerst een Engelstalige podcast. En dat is Ninja Chickens. En ik denk dat ik ook een lijstje maak van de podcast. En die in de opmerkingen ga zetten. Of dat ik op het scherm het zet. Dat weet ik nog niet precies. Maar je ziet het ergens verschijnen. Dus... Ninja Chickens is dus Engelstalig, woont in Amerika en doet heel veel met natural dyeing. Dus ze gebruikt dan zeg maar natuurlijke kleurstoffen en ook bladeren om op die manier prints te maken op diverse materialen. Volgens mij op zijde en katoen. En ze verft ook op natuurlijke basis, verft ze garens. En ze heeft gewoon heel afwisselende onderwerpen. Ik vind het zelf wel een hele... prettige podcast om naar te kijken, naar te luisteren. Ze maakt ze vaak buiten, dus je hoort er ook vaak de natuur om haar heen. Dan 2 Nederlandstalige podcasts van 2 vriendinnen. CQ Handmade en Drie Kleine Schaapjes. Die maken allebei regelmatig een hele leuke podcast. CQ Handmade die maakt hem in Nederlands, daarna ook in het Nederlands en het Engels. En Jennifer van Drie Kleine Schaapjes die maakt hem in het Engels. Dan een andere Nederlandstalige en dat is de Purple Lady Designs van Theresa Haasnoot. Zij ontwerpt zelf haakpatronen en vertelt heel regelmatig ook over de dingen die zij heeft gemaakt. Op dit moment is ze geloof ik een kleine stap met, maar ik hoop dat ze binnenkort weer begint. Want haar podcast vond ik altijd ontzettend leuk om naar te kijken. En Engelstalige, dat is Little Bob and Snits. Dat is een van de eerste podcasts die ik regelmatig ging kijken. Hele rustige vrouw die gewoon vertelt over alle projecten die ze maakt. Ze maakt ook zelf projecttassen en die zijn dan met de hand weer opgebeduurd door haarzelf of door haar moeder. En ze heeft altijd hele mooie projecten, hele tere kleuren. Gewoon een hele rustige, prettige podcast om naar te luisteren en te kijken. Dan Insight number 23. Een hele creatieve dame. En die... Op dit moment is ze bezig met elke dag in oktober dat ze dan een klein vlog plaatst. En dat doet ze regelmatig ook met kerst bijvoorbeeld. Maar die naait en ze breidt en nou, ze is gewoon ook ontzettend creatief. En ze vertelt ook vaak over andere onderwerpen. Dan de Yarn Hoarder, de naam zegt het al, een dame met heel veel wol. Ze heeft er maar een hele muur vol prachtige garens en wol. En ze is ook ontzettend creatief. Ze maakt ontzettend veel dingen. Ze breidt sokken en ze breidt een haak tekens. En ze vertelt daar met heel veel plezier daarover. Een ontzettend enthousiaste dame. Dan een andere kleurrijke dame, Colorful Creativity van Kraleline. Die is behalve dat ze een Engelstalige podcast opneemt, vertelt ze over de garens die zij verft voor haar winkel. En ze vertelt ook over de mooie kleurrijke projecten die zij maakt. Het is een Nederlandse dame, maar ze podcast in het Engels. Dan Craftfulness, een andere Nederlandstalige dame die in het Engels haar podcast maakt. Ze vertelt over alle mooie projecten die ze maakt. Hele mooie sjaals en truien. Ze ontwerpt ook zelf wel, dat ze zelf dus patronen bedenkt. En ze verft ook haar garens voor haar winkel van Craftfulness. Dus ze maakt volgens mij ook ze maakt ook mooie projecttassen. Weer van andere... Ze upcycelt zeg maar bepaalde dingen. Dat ze dus van bepaalde gebruiksartikelen maakt ze weer een projecttas. Dus ook een prettige podcast om naar te luisteren en te kijken. Dan weer een Engelstalige. Hand me my knitting. Een dame uit Canada. En ook zij maakt hele mooie sjaals en truien. Ook voor haar kinderen is ze creatief bezig. En ze laat ook vaak wat videomateriaal zien van de uitstapjes die ze maken in de natuur. De Knitting Expert. Een redelijk bekende podcast denk ik wel. Hele snelle breister. Ze maakt ook heel veel patronen. Ik heb ook van haar patronen diverse gebreid. Ze is een aantal keren verhuisd. En de naam slaat er ook een beetje op dat ze dus vaak in het buitenland aanwezig is. Op dit moment is ze even terug weer in Engeland en ze vertelt dus over alle dingen die ze maakt, ontwerpt en laat ook vaak wat materiaal zien van haar dochtertje. Dan nog een Nederlandstalige podcast, Pukvossen, kort maar krachtig. Ze vertelt over de projecten die zij zelf ontwerpt, met de kals waar ze mee bezig is en laat ook een aantal dingen zien die ze heeft gemaakt. Dan een andere Nederlandse dame die in het Engels podcast, dat is New Leaf Designs. Een haakster die je misschien wel tegengekomen bent omdat ze ook heel actief is voor scheepjes en daar diverse patronen voor ontwerpt. Maar ze heeft ook een aantal patronen betaald en gratis op haar website en op Ravelry. Dan krijgen we nog twee Engelstaligen. Dat is A Full and Fine. Dat is een bolverver met een hele bekende... Haar podcast die heet Yargasm. En ze vertelt elke week over haar belevenissen, de mooie projecten die ze maakt en over de garens die ze verft. Dan nog een Canadese meneer. Dit is een van de weinige heren die aan podcasten is en die ik dan bekijk. En deze man uit Canada die vertelt over de diverse projecten die hij maakt. En het is altijd wel verfrissend om een iets ander perspectief te zien. En ook het is ook wel leuk om zijn belevenissen te horen. Vooral de reacties op hem als mannelijke breier, hoe hij dan behandeld wordt soms in bepaalde winkels. Het is altijd wel heel interessant om dat te horen. Ten slotte nog twee papierhobby's. Er zijn diverse podcasts die je bekijkt die over papierhobby's gaan. En dit zijn mijn favorieten. Dat is die van Jennifer McGuire Inc. en Kay Warner Design. Ze zijn ook vriendinnen van elkaar en ze noemen elkaar ook diverse keren in de podcast. Maar allebei maken ze prachtige kaarten en ze laten ook duidelijk zien hoe ze die gecreëerd hebben. Nou, dat is dus een deel van de podcast die je bekijkt. Je kunt je misschien voorstellen, maar ik loop vaak achter met podcast kijken. Dan voeg ik ze allemaal toe aan mijn laten bekijken lijstje en dan kijk ik ze daarna op volgorde. Dus het kan dus wel eens zijn dat ik bijvoorbeeld hoor, nou, welkom bij deze podcast op zoveel september, augustus, juli. Maar ik vind het heel prettig als ik met iets bezig ben, dat ik dan even op de achtergrond iets heb om te kijken en te luisteren. En dat vind ik zeer inspirerend voor mijn hobby. Dus misschien ken je al deze namen nou. En dan hebben we dezelfde podcast die we zien. Mocht je een paar nieuwe namen tegenkomen, dan raad ik je aan, bekijk eens een aflevering van ze. Misschien de meest recente of misschien van een paar afleveringen terug. Misschien is het wat voor je of misschien wel helemaal niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken.